Dit zijn studenten die opgeleid worden voor tandtechniek. Opleiding die uniek is in Nederland. Wij zijn de enige locatie die deze opleiding uitvoert. Ik ben aan het modelleren in was. Dat is eigenlijk wat ik nu aan het doen ben. Het is echt priegelwerk, inderdaad. Echt millimeterwerk. Je leert echt van alles. Individuele lepels maken. Later gaan we ook kroon- en brugwerk maken. We hebben eerst onze eerste prothese al gemaakt. Ik ben de opleiding begonnen omdat ik eerst tandartsassistentenopleiding heb afgerond. Dus ik was al bezig met het gebit. Dus dit vond ik ook leuk om te doen. We hebben allemaal specialistische opleidingen binnen de Dutch Health Tech Academy. Wij zitten in Utrecht en we zijn onderdeel van MBO Amersfoort. Veel van onze branches zijn kleine branches met veel kleine bedrijven. Soms zelfs eenpitters die net een student in dienst hebben. De arbeidsmarkt voor de meeste van onze opleidingen is redelijk ongezond. Er is te weinig toestroom in deze branche. En dat heeft te maken met het feit dat dit opleidingen zijn die van oudsher werken en leren combineren. Dat betekent dat een student pas bij ons komt als hij werk heeft. Wij zien dat deze arbeidsmarkt sterk in ontwikkeling is en ook in ontwikkeling moet zijn. Dat is de reden dat we nu voltijd bolopleidingen aan het ontwikkelen zijn en die ook uitvoeren. De bolopleiding voltijd is van belang omdat wij op korte termijn nu BBL-studenten deeltijd opleiden. Maar voor de langere termijn voor de arbeidsmarkt eigenlijk een ander type personeel nodig hebben op de arbeidsmarkt. Met meer aandacht voor innovatie, zodat ze ook kunnen helpen de branche vernieuwen. Ik volg de opleiding orthopedisch technicus, de bolvorm. Dat betekent eigenlijk dat je 4 dagen in de week naar school gaat en dan heb je 1 dag vrij voor je huiswerk. En dan wil ik denk ik maatnemer worden. Dat betekent eigenlijk dat je met de klant in contact staat en iemand een orthese of een prothese gaat aanmeten. Ja, je hebt een beetje mensenkennis nodig, dus je moet een beetje weten wat mensen precies willen. En je moet ook wel echt goed zijn in communiceren. Maar je moet ook techniek heel erg leuk vinden, omdat je gewoon heel veel met metalen bezig bent, maar ook met gips. Dus je moet daar wel een beetje interesse in hebben om deze opleiding te kunnen volgen. Waar wij een unieke rol in nemen als school, en anders dan andere scholen, is dat wij ook branches proberen te steunen in hun ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is de schoenenbranche, die het moeilijk heeft in Nederland. Enerzijds is alle productie uit Nederland weg. Tegelijkertijd zie je dat de schoenherstelbranche ook gaandeweg minder conditie heeft. Daar moet iets gebeuren. Wij starten volgend jaar met een nieuwe opleiding, Shoe Developer. En dat gaat de branche helpen om aan de ene kant de schoenherstellers meer ondernemerschap te bieden. Aan de andere kant de industrie, mensen te bieden die weer de industrie kunnen ondersteunen om de schoenenbranche in Nederland weer groter te maken. In de nauwe samenwerking die je met branches en bedrijven hebt, loop je natuurlijk soms tegen spanningen op. Omdat bedrijven graag zaken terug willen zien in de opleiding die ze nodig hebben. Daarnaast zien we ook dat de studenten die komen studeren bij ons vaak al een andere opleidingsachtergrond hebben. Dat betekent dat wij daar wegen zoeken om die opleiding voor hen te verkorten, te versnellen. En daar lopen we ook soms tegen grenzen van de wetgeving aan. Wij zoeken onze weg daarin, maar dat is spannend.